Welkom bij Actieleer TV. Kun je de werktevredenheid van zorgverleners en de kwaliteit van zorg vergroten met technologische snufjes gecombineerd met sturen op geluk? Ja, zeggen de organisaties die betrokken zijn bij anders werken in de zorg. Mijn naam is Marijke Roskam en ik praat erover met Paulien van der Meulen, André Walhout en Niels van der Rijt. Als ik bij jou mag beginnen, Paulien, wat is je functie en hoe ben jij betrokken bij anders werken in de zorg? Dankjewel Marijke. Ik ben inderdaad Paulien van der Meulen. Ik ben programmamanager Anders Werken in de Zorg Friesland. Ik ben daarbij betrokken omdat ik als projectleider bij alle projecten in Friesland van de transitiemiddelen ben betrokken. En Anders Werken springt er echt bovenuit en ben ik volop ingestapt. Sinds begin 2020 ben ik daarop actief. En jouw achtergrond, hoe helpt dat ook mee in zo'n project? En zometeen zullen we inzoomen op wat het projectprogramma behelst. Ik ben vanaf 2008 actief als project- en programmamanager op het gebied van arbeidsmarkt. En dat helpt zeker gezien de opdracht die er ligt om ook anders werken invulling te geven. Mooi. Zometeen horen we ook hoe dat gaat in Friesland en wat ook de effecten al zijn. Ik ga eerst naar André. André, hoe ben jij betrokken bij anders werken in de zorg en ja, wat is jouw functie hierin? Nou, goeiedag, André Walhout. Ik ben projectleider van het project Innovatieve Technologie in Zeeland. In Zeeland hebben we 10 ouderenzorgpartijen die zich in een convenant gebundeld hebben en samen zoeken naar betere oplossingen voor de ouderenzorg. Mijn achtergrond, ik ben inmiddels 17 jaar werkzaam in de ouderenzorg in diverse functies, vaak beleidsmatig, ook met procesverandering. Dat vind ik wel een uitdaging altijd, procesverandering. Niet zo moeilijk als dat. En ik denk in de ouderenzorg is dat op dit moment erg nodig, gezien de problematiek die op ons afkomt. En het is niet zo dat jij bij wijze van spreken al als kind in een wit jasje in de zorg wilde werken, want dat heeft wat een andere achtergrond, hè? Ja, dat klopt. Ik kom uit een heel andere hoek. Ik heb hiervoor, voordat ik naar de zorg ging, in de aannemerswereld gewerkt. En ja, dat was een hele zakelijke wereld. Waar opdrachten binnenhalen en resultaten leveren. Een hele overstap, zeg maar, van de mannenwereld naar de vrouwenwereld, zeg ik altijd maar. Het werd toen aangeduid als een softe sector, maar dat is het totaal niet. Daar is ook heel veel te doen. En mooi werk. Juist de combinatie kan ontzettend veel toevoegen en juist ook aan de warme kant in de zorg. Zullen we het zo meteen ook even over hebben. Niels van der Rijt, wat is jouw functie en hoe ben jij betrokken? Goedemiddag. Ik ben Niels van der Rijt. Ik ben werkzaam voor Tante Louise in Den Berg op Zomer omstreken. Ik ben er in dienst als projectleider en Tante Louise heeft in 2019 initiatief genomen tot anders werken in de zorg. En mijn rol is programmamanager, dus ik ben vanaf april 2019 ben ik eerst begonnen met het ontwerp van het programma, het betrekken van alle organisaties, 13 inmiddels, en de coördinatie van het programma in het algemeen. Ja. Ik heb ook geen achtergrond in zorg. Ik ben van oorsprong organisatiewetenschapper. Ik heb in de logistieke sector gewerkt, ook als projectleider. Maar ben altijd wel met veranderde processen bezig geweest. Ik sluit me aan bij André. Er is ontzettend veel te doen. En dat was voor mij ook de belangrijkste drijfveer om in de ouderenzorgsector aan te slaan. Hoe leg jij in heel kort bestek uit wat anders werken in de zorg behelst? Waarom is het ook belangrijk dat mensen deze uitzending kijken? Anders werken in de zorg laat in mijn ogen zien hoe je door samen te werken met andere organisaties in de verpleeghuiszorg, maar ook met onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en ondernemers, hoe je daarmee de inzet van zorgtechnologie echt kunt versnellen. Dat doen we door vooral heel actiegericht innovaties en technologie in te zetten, maar ook van elkaar te leren om de effecten in kaart te brengen, zodat we niet alleen doen, maar ook samen van en met elkaar leren hoe je het nou op de goede manier doet. Ja, mooi om te horen. En ja, jullie aanpak kunnen we eigenlijk langs 4 lijnen leggen. En dat gaan we ook doen in deze uitzending. En dan horen we ook nog van jullie wat er nu nodig is aan randvoorwaarden om dit verder te brengen. En ook welke kansen er nog liggen. Maar laten we eerst naar die eerste lijn gaan.
het samen implementeren van innovatieve arbeidsbesparende technologieën die bijdragen aan de doelstellingen van anders werken in de zorg. Als ik eerst naar Friesland mag gaan, Paulien, ja, wat voor technologieën zijn dat dan en wat voor vraagstukken los je daarmee op? We hebben met 11 aanbieders in Friesland de 3 technologieën die in Brabant als eerste zijn opgepakt omarmd. En dan gaat het om de smart glass, de heup airbag en slim incontinentiemateriaal. Daarnaast hebben we eigen technologieën eraan toegevoegd. Virtual reality en Arna. En dat is een app die hulpmiddelen ontsluit. Waardoor mensen minder tijd kwijt zijn om allerlei dingen op te zoeken. Ja, waardoor is het verstandig om hierin samen op te trekken? Je kunt zoveel van elkaar leren. We hebben al heel veel geleerd hoe het in Brabant ging. Hè. We hebben in het begin echt samen opgetrokken. Niet iedereen hoeft dan het wiel uit te vinden van hoe pak ik een implementatievraagstuk op? En waar zet ik de heup airbag voor in? Voor welke doelgroep? Hoe pak ik het aan? Hetzelfde geldt voor de smart class. Als je dat in bijeenkomsten wat we doen uitwisselt, dat stimuleert in de eerste plaats enorm, maar het helpt ook echt bij de implementatie. En je kunt daardoor sneller stappen zetten. En als we kijken naar bijvoorbeeld die smart glass, welk probleem wordt dan opgelost en hoe draagt het dus bij aan de doelstellingen, Niels? Ja, die smart glass, daarmee haal je eigenlijk expertise op afstand naar het bed. We zien dat bepaalde specialismen toch wat zeldzamer worden. Toch ook veel investering in reistijd. Als bijvoorbeeld een behandelaar of een specialist oudere geneeskunde aanwezig moet zijn, of een mondzorgconsulent. En wat die bril mogelijk maakt, is die bril geeft een live beeld en geluidsverbinding. De verpleegkundige heeft de handen vrij, kan gewoon de handelingen verrichten die nodig zijn. En bijvoorbeeld een wondconsulent kan live advies geven en meekijken met de verpleegkundige aan het bed om de juiste zorg te bieden zonder dat zij op locatie aanwezig moeten zijn. Ja. Dus je behoudt kwaliteit van zorg en je bespaart tijd. En als je dan kijkt naar die technologie, dat kan dan, het bestaat, dat wakkert al enthousiasme aan. Maar André, als we dan kijken naar die implementatie, dat wil je samen doen, je wilt van elkaar leren. Hoe hebben jullie dat met elkaar ook vormgegeven in jullie regio? Ja, er was al een goede samenwerking ontstaan door middel van transitiemiddelen die beschikbaar gesteld werden door de overheid. Die samenwerking werkte uit dat er een versnelling kwam. We hebben toen gezegd, technologie gaan we oppakken, ook in gezamenlijkheid. En aanvullend op Niels, wat hij net zei over die smart glass. Je ziet ook dat daar de samenwerking in ontstaat. We hebben tekort aan artsen, specialisten in de regio. Die kun je bundelen en die kun je samen laten werken. We zien dat daardoor ook goodwill naar elkaar ontstaat. Van wij kunnen samen een zorg op afstand leveren. En als je dan kijkt naar de titel ook, anders werken in de zorg, Paulien, bij die implementatie, wat doe je dan met elkaar anders? En wat hebben jullie heel concreet ook geleerd van de anderen? Als je kijkt naar virtual reality, als je kijkt naar de klassieke manier van opleiden, dan kom je in klasjes bijeen en dan heb je allemaal dezelfde scholing op hetzelfde moment. Virtual reality biedt mogelijkheden om veel compacter en tijd en plaats onafhankelijk te leren. We proberen ook die VR-content gezamenlijk te ontwikkelen, zodat iedereen daar ook gebruik van kan maken. En dat is natuurlijk ook heel erg tijd- en kostenbesparend. Zo kun je met alle technologieën denk ik wel een onderbouwing vinden waardoor het tijd- en arbeidsbesparend is. En wat je van elkaar leert is dat je het echt samen doet en kijkt wat de beste manier is om iets aan te pakken en in gezamenlijkheid hiermee bezig bent. Ja, als we kijken nog naar welwillendheid en ontvankelijkheid als het gaat over nieuwe technologieën en die implementeren. Paulien, wat hebben jullie ook bij jullie geleerd en wat zou je ook weer aan anderen willen overbrengen? Hoe doe je dat op een leuke manier en hoe zorg je ook dat de mensen die wat sceptisch zijn, dat die ook meegaan?
Nou, we hebben zelf in Friesland ook een training zorgtechnologie voor medewerkers. Dat is een training van 4 dagdelen waarin ze zorgtechnologie aangereikt krijgen, maar ook het goede gesprek leren voeren in het teams. En wij merken dat dat echt ambassadeurs zijn. En dat we die mensen echt nodig hebben om het draagvlak in de teams te creëren. Dus we proberen echt ook die slag te maken dat we van bottom-up veranderen en de medewerker centraal zetten in wat heeft die nodig om slimmer en anders te werken. En met enthousiaste ambassadeurs daarmee echt een stap te maken. Ja. Is dat herkenbaar, André? Want we hebben het nogal over die eerste lijn, hè? Dat samen implementeren, dat draagvlak en de kennis, dat je daar aan de voorkant voldoende in investeert. Hoe doen jullie dat? Ja, het begint met enthousiasme. Dat kan ik ook aanvullen op wat Paulien zegt. Je moet daar beginnen waar de energie zit. En op het moment dat je, ik geloof erg in bottom-up, als je met oplossingen komt waar de professional zelf wat aan heeft, zeg maar, mijn werk wordt daar beter van, wordt daar eenvoudiger van, ik zie daar kansen in. En belangrijk ook, wat profiteert de cliënt hiervan? Dat vinden ze ook heel belangrijk. Dan kun je van onderaan beginnen. En dan wordt een innovatie wel geaccepteerd. Ja. Dus daar ga je mee aan de slag. Niels, wij over welke... Tot een zekere grens. Ja, dat natuurlijk. En dat is ook niet in één dag klaar. Daar ben je steeds met elkaar natuurlijk mee bezig. Zometeen komen we ook op, hè, hoe onderzoeken we dan die effecten en de opbrengsten. Maar eerst nog even de eerste lijn van implementatie, Niels. Want we hebben het over één techniek gehad. Welke technologieën zijn er nog meer ingezet? En wat hebben jullie daarbij geleerd en ook weer aan de andere regio's overgebracht? Ja, het zijn er inmiddels een hoop. Paulien noemde al het slim incontinentiemateriaal. De MomoBed Sense, dat is een sensor onder het matras, zijn we dit jaar mee gestart. We zetten inmiddels ook bij een aantal deelnemers zetten we de Smart Floor in. Dat is een vloer, daar zitten sensoren in en daarmee kun je valrisico voorspellen. Er zijn natuurlijk per innovatie zijn er hele. Leren we van alles. Wat ik heel erg heb gezien is als je de walk-heup airbag, die Paulien net ook al noemde, neemt en zo'n bedsensor. Dat zijn technologieën die heel laagdrempelig te gebruiken zijn. We hadden het net over adoptieve vermogen. Wordt een technologie echt omarmd door de zorgmedewerker? Ik zie dat als het gaat om het snel en goed implementeren van zorgtechnologie, dat een hele belangrijke factor is. En dat je daar dus ook rekening mee moet houden aan de voorkant. Het inzet van slim incontinentiemateriaal en een smart glass, dat brengt echt een best wel complexe gedragsverandering met zich mee voor de medewerker om te laten werken. En daar moet je je van bewust zijn als projectleider. Maar kun je een voorbeeld noemen van dat gedrag? Want ik kan me voorstellen, als er luier verzadigd is en ik zie dat op een appje of in een sensor, in plaats van dat ik om de zoveel uur iemand ga verschonen, bedoel je dat dan heel concreet? Ja, precies. Normaal, zorgmedewerkers zijn gewend om te controleren, om soms zelfs controlerondes te doen als het gaat om de status van incontinentiemateriaal. En bij inzet van slim incontinentiemateriaal moeten ze afgaan op het signaal wat een applicatie afgeeft. Nou, dat vergt, dat zorgt, mensen moeten er vertrouwen in krijgen. Maar het is ook echt een hele andere manier van werken. Want je moet gaan acteren op een signaal dat je krijgt, in plaats van dat jij zelf die controles doet. Dat is best wel een verandering. Het is een positieve verandering, maar het vergt wel even wat tijd en energie die daar tijdens de implementatiefase ingestoken wordt. En ik kan me voorstellen dat daar, je doet dat samen, anders werken in de zorg. Vanuit die regio's kun je elkaar dan ook supporten. Ik zag Paulien al even knikken, ook bij het voorbeeld van die gedragsverandering. Wat is dan de toegevoegde waarde dat je dat binnen dit samenwerkingsverband doet? Kun je daar iets over zeggen? En zo'n slimme inkoop is inderdaad gewoon niet heel makkelijk qua implementatie. Want die standaardronde die ze maakten, die hield ook andere controles in. Hè? Ja. En je moet dus echt kijken, hoe richt je dat proces anders in? En als
iemand daar dan een oplossing in heeft gevonden en dat presenteert. Hè, we hebben binnenkort in Brabant noemen ze het werkplaatsen, wij noemen het gewoon netwerkbijeenkomsten. En dan gaan we echt op zo'n voorbeeld in van slimme inkoop. Van hoe doe je dat nu? En nemen we ook direct medewerkers mee. En dat scheelt ontzettend als je dat gezamenlijk doet. Als je dat allemaal individueel uit moet vinden, dan verlies je gewoon kostbare tijd. Want de noodzaak wordt steeds hoger. Hè? We hebben corona natuurlijk nu gehad, hoog ziekteverzuim, de krapte neemt toe. Dus we moeten echt snellere stappen maken. En met elkaar kom je echt sneller waar je moet zijn. Ja. André, we hebben die werkplaatsen weer al even genoemd. Hoe richten jullie dat met elkaar in en wat gebeurt daar dan precies? Nou, vooral een paar voorbeelden neerzetten van organisaties hoe ze het aangepakt hebben als inspiratie. Denk een belangrijke, dat we van elkaar kunnen leren. En dat kan dan ook over de regiogrenzen heen. Dat maakt het weer een voordeel van het Anders Werkende Zorgprogramma, dat je ook breder kunt kijken. Die voorbeelden samen bespreken met elkaar in breakout rooms bijvoorbeeld of werkvormen. En daar met elkaar een knelpunt te benoemen en opnieuw een oplossing voor bedenken, waar de mensen als ze naar huis gaan zeggen, daar heb ik iets aan. Hier kan ik in mijn eigen organisatie mee aan de slag. Mooi. En Niels, wij hebben het al in die zin over dus een andere lijn, het uitwisselen van kennis en ervaringen in die lerende netwerken. Wat is voor jullie daarbij ontzettend belangrijk gebleken? Wat was een eye-opener in dat samen uitwisselen? Wat ik wel een hele mooie vond, is dat je dus tijdens die werkplaatsen ook ervaringen gaat uitwisselen over gewoon hoe gaat het nu met het implementeren van deze technologie. En je hebt plekken waar het gewoon heel soepel gaat, organisaties en afdelingen. En je hebt organisaties en afdelingen waar ze gewoon tegen een aantal uitdagingen aanlopen. En wat maakt die vraag, wat maakt nu dat het op de ene plek goed gaat en makkelijk gaat en op de andere plek allemaal wat langzamer. Dat vergelijkend ware onderzoek eigenlijk, dat je dat tijdens zo'n werkplaats kunt doen, dat is heel fijn, dat is heel prettig. Maakt het ook wat fanatieker misschien, dat je weet van, in deze context leren wij met elkaar en het werkt motiverend om dat ook met anderen te delen. Paulien, hoe gaat dat? Misschien als voorbeeld, we hebben inderdaad uit die sessies gehaald dat inderdaad die implementaties qua tempo heel erg verschillen. En dat ook de IT-aanpak per organisatie heel erg verschilt. De plek die IT krijgt in de strategie van de organisatie. En wij staan nu aan de vooravond van 3 sessies waarin we dat centraal stellen. En uitwisselen van hoe ver is iedereen? Hè? Zitten we in de fase van digitaal ontdekken en doen we allerlei technologieën erbij? Of gaan we echt een stap maken naar een digitale organisatie waarin IT echt in de DNA zit en waaruit je ook vanuit IT denkt in processen? Dus dat komt voort uit bijeenkomsten waaruit die uitwisseling dit onderwerp heel sterk naar voren kwam. En dus kan het helpen dat je ook weet hoe ver de andere regio's zijn met wat voor systeem of manieren er wordt gewerkt. Ik zag André druk knikken bij de term ICT of IT. Wat wil je daarover toevoegen als we het nog hebben over het uitwisselen van ervaringen? Ja, dat we eigenlijk dat wij een soortgelijke ervaring hebben. Er zit een zekere grens, dat zei ik net al, bij het enthousiasme van de zorgprofessional. Die wil graag met een innovatie aan de slag. Een bestuurder zegt aan de bovenkant, ik ben daar reuze enthousiast over. Ik denk dat we dat moeten doen om het probleem van de toekomst te tackelen. Maar daartussen zit een laag management die soms andere belangen heeft. En die hebben bijvoorbeeld, ik moet mijn roosters rondkrijgen, een locatiemanager. Of ik heb een roadmap bij de IT, wat Paulien al noemde. Of ik heb een budget wat niet toereikend is. Die laag willen wij nu ook aan gaan spreken met leerwerkplaatsen. Dat we zeggen, we doen een sessie met managers apart om te kijken van, kunnen we daar van elkaar leren? Wie heeft dat wel opgelost? In plaats van alleen maar te concluderen dat het een beetje op die laag stut, de spade, kun je beter horen, wat houd je dan bezig en waar loop je tegenaan als manager?
prima. Ik heb nog iets aanvullends dan in Zeeland waar we nog een stapje verder gaan. We hebben besloten om zorgvernieuwers in te zetten. Dat is gezamenlijk personeel. Mensen die innovatie op de focus hebben. En die gaan naar de organisaties en die gaan daar kijken van wat is in jouw situatie en het maatwerk wat nodig is. Ja. En die gaan dus ook die verbinding weer leggen die we in de werkplaatsen ook doen. Maar die doen dat dus door partijen met elkaar te verbinden. En bij die partij lukt het dus zo en bij die partij gaat het zo. Wat heb jij dan nodig? En die gaan dus naast de projectleider staan, naast de professional staan, om te kijken hoe kan jouw organisatie gestroomlijnd worden om een goed innovatieproces te bewerken. Mooi. Ik kan me voorstellen dat het ontzettend kan helpen dat je ook de opbrengsten met elkaar deelt. En dat misschien ook die managerslaag denkt, god, dat levert toch wel behoorlijk wat op allerlei fronten. Gaan we naar een andere lijn, namelijk het onderzoeken van de effecten en de opbrengsten. Niels, wat voor effecten kunnen er al gedeeld worden? En waarmee maak je die inktvlek denk ik in Nederland ook groter? Ja. Ja, we zien heel veel effecten en die worden vanaf het begin onderzocht binnen Anders Werken. En om even een paar voorbeeldjes te noemen, dat inzet van de Walk Heup Airbag heeft er in ieder geval binnen Tante Louise toe geleid dat we 80% minder heupfracturen hebben. De inzet van slim incontinentiemateriaal, die bespaart echt veel tijd, maar levert ook kwalitatieve voordelen op voor de cliënt. Hè. Dus minder huidproblematiek, omdat mensen toch op het juiste moment worden verschoond. Ook minder een stukje waardigheid, hè, want het verschoningsmoment is gewoon een vervelend moment voor veel bewoners. En een nat bed op het moment dat een verschoning te laat plaatsvindt, is helemaal vervelend. Ja. We zien ook minder onrust, vooral op afdelingen met veel mensen met een PG-indicatie. Daar zorgen verschoningsmomenten voor veel onrust. Dat neemt gewoon echt af. Dit zijn even een aantal effecten. Ja. Ze kunnen nog even doorgaan. En ik kan me voorstellen, want altijd is dan de vraag, hè, wat levert het op? Het woord business case valt dan en de een is daar heel vies van en de ander zegt het is heel logisch dat we die term noemen. Hoe wordt daar binnen het project naar gekeken? Ja, die business case is uiteindelijk wel belangrijk, want het programma Anders Werken in de Zorg wordt nu nog gesteund vanuit de transitiemiddelen. Dus die financiële drempel om die zorgtechnologie in te gaan zetten is echt lager voor deelnemers. Dat blijft niet zo. En dus heb je als organisatie ook echt inzicht nodig in wat levert het nu op de lange termijn ook op. En dan wel zowel kwalitatief als in uren en urenbesparing en euro's besparing. Dus daar zijn we wel echt naartoe aan het werken om echt een sluitende business case te krijgen voor al die technologieën. En dat onderzoeken van de effecten en opbrengsten, dat doe je dus ook weer met elkaar. André, wat heeft dat bij jullie al opgeleverd? En waarom zou je ook aanraden aan andere regio's om zo te werken? Ja, er zit vaak nog in bijsturing ook, hè? Dat je dingen leert en ervaart en dat je er ook nog bijstuurt. Ik denk, je moet er ook in geloven. Het is ook intrinsieke motivatie van een organisatie om met innovatie aan de slag te gaan. Het is niet altijd aan de voorkant dat gelijk oplevert. Hè? De business case is best belangrijk, snap ik ook. Maar het is ook van, willen we het probleem van de toekomst tackelen, dan zullen we ook moeten investeren. Ja. Hoe vindt dat uitwisselen van die onderzoeken plaats? Hè? Want je hebt die verschillende technologieën, iedereen gaat ermee aan de slag, soms in wat verschillend temponiveau, om het zo maar te zeggen. Paulien, hoe kun je dan toch met elkaar weer tot verdere stappen komen door die effecten te delen? We werken ten aanzien van de Heup Airbag helemaal samen zeg maar, met Zeeland en Brabant. Dus dat onderzoek loopt parallel. Ja. We hebben daarnaast in Friesland ook samenwerking met de hogeschool. Die heeft een eigen lectoraat, digitale zorginnovatie. En daar hebben we ook eigen onderzoek op die specifieke technologieën die we hier hebben ingezet. En dat brengen we dan gewoon in. En André, Niels en ik spreken elkaar om de 14 dagen. En we hebben een website en we delen in ieder geval de uitkomsten om elkaar daar zo goed mogelijk in te voeden.
In Friesland hebben we op dit moment nog geen onderzoeksuitkomsten. Maar ik deel wat Niels zegt over die business case. Dat is wel waar je naar streeft. Maar het vraagt al aan de voorkant echt veel investering. Dus of je direct rond krijgt, dat is best een uitdaging. Ja. Als we nog kijken naar een vierde lijn, het op professionele wijze invulling geven aan de communicatie om de noodzaak tot anders werken, de doelstelling van het programma en de samenwerking op dit vlak op de kaart te zetten. Wat zijn jullie geleerde lessen over communicatie? En ik kijk jullie alle drie even aan. Als je je hand opsteekt, dan kom ik als eerste bij je. Wat wil je graag met ons delen over die communicatie? Vertel. André. Tijdig positief communiceren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je medewerkers mee wil krijgen, moet je ook je plannen al heel snel bij hun bekendmaken. En dat het niet het eigenaarschap van een paar individuen wordt die daar enthousiast over zijn. Maar maak mensen enthousiast van tevoren wat je gaat doen, wat je doelstelling is. En communiceer je dan vooral? Communiceer je dan vooral over de techniek? Hè? Want sommige mensen worden daar heel enthousiast van, roept deze inner nerd. Andere mensen schrikt dat juist af. Wat heb je daarover geleerd, André? Hoe krijg je mensen met de neuzen dezelfde kant op? What's in it for me? Dat is denk ik veel belangrijker dan de techniek. Ja, als je aan de techniek kant begint, dan kom je vaak op het punt uit van nou, het is spannend, het is nieuw, snap ik dat. Digivaardigheid is dan ook een woord wat erbij komt, hè? En technologische vaardigheid. Vinden mensen, zijn daar wat onzeker in? Krijgen dat ook niet direct mee in de opleiding op een heel breed vlak? Dus ja, ik vind het fijn om gewoon dingen te blijven doen. Maar als de cliënt er beter van wordt, of hun werk wordt eenvoudiger daardoor, als je daarop insteekt, dan krijg je veel meer enthousiasme. Ja, ik zie aan het gezicht van Paulien dat herkend wordt. Wat zou je nog willen toevoegen op die communicatie, Paulien? Nou, we hebben vanuit het programma zijn we heel blij met het initiatief van Tante Louise om die website te starten. Dus dat we echt één gezamenlijke website hebben en die beweging duidelijk maken, dat helpt enorm. En daarnaast onderschrijf ik om apart richting medewerkers de communicatie daar heel veel energie op te stoppen. We hebben ook een communicatiemedewerker die berichten maakt, die we dan naar de deelnemende organisaties verspreiden, echt vanuit dat medewerkersperspectief. En ja, enthousiast je boodschappen uitstralen en vooral ook veel communiceren, dat helpt ook. En werk je dan met ambassadeurs, met rolmodellen die zeggen, goh, hè, als het gaat over what's in it for me, nou dit heb ik eraan, hoe wordt dat vormgegeven? Nou, we willen nog met die ambassadeurs, zijn die mensen die zorgtraining hebben gevolgd of zorgtechnologietraining, willen we nog zulke stappen wel gaan zetten. Dat we ze ook meer aan het woord laten over hun ervaringen. En op dit moment hebben we dat nog wat minder gerealiseerd, maar dat zijn wel dingen die op stapel staan. Niels, over die communicatie, wat hebben jullie als ja, koploper, als initiator, heel veel geleerd en ook overgedragen aan de andere regio's qua lessen? Communicatie op alle niveaus. Hè. Dus André zoomde al even in op hoe communiceer je nou op de locaties waar met technologie wordt gewerkt. Maar we zijn met die werkplaats ook heel snel al aan de slag gegaan van deelname met elkaar wat er gebeurt. Want dat is voor ons allemaal belangrijk. Hè? Dan heb je het echt over in de regio. Organisaties die ook buiten de werkplaats om met elkaar communiceren over waar lopen jullie tegenaan? Wat zijn do's en don'ts bij de implementatie van een smart class of van een slimme inco? En we zijn het afgelopen jaar, hebben we ook ingezien dat we ook landelijk moeten communiceren. En dat begon met het aansluiten van Friesland. Dat zijn ook andere regio's die hierin mee willen. Zeeland is aangesloten. Nou, inmiddels klopt ook Midden-Brabant aan de deur. En we willen gewoon heel graag andere regio's meenemen in deze beweging. Omdat die in onze ogen echt heel belangrijk is. Dat betekent dus ook dat je landelijk aandacht moet krijgen, ja. En bekend moet zijn binnen andere regio's en bij ministeries en financiers, et cetera. Dus daar zijn we ook echt de afgelopen jaar mee aan de slag. Het mooie is, jij noemt al even financiers. Wat moeten wij met dat hele veld gaan inzien? En ook, ja, welk appel doe je dan op die financiers, op verzekeraars ook? Ja, iedereen is nodig. Dus
Ook financiers. En ik had het net al even over die financiële drempel die er toch nog vaak al is. Technologie is gewoon duur. Zeker wanneer die net op de markt komt. Dan heb je nog niet de schaalgrootte waardoor zo'n leverancier ook zijn prijs omlaag kan brengen. En dan zijn er steuntjes nodig. En dat kan vanuit de financier komen, dat kan vanuit het ministerie komen. Nou, die transitiemiddelen die hebben ons de afgelopen jaren daar heel erg bij geholpen. Maar dat helpt wel om organisaties over die drempel net over die drempel te helpen om ermee aan de slag te gaan. En als er veel organisaties aan de slag gaan met dezelfde technologie, dan ontwikkelt die zich sneller door totdat het echt een perfect product is. En kan uiteindelijk een leverancier ook de prijs gaan laten zakken. Omdat een bepaalde schaalgrootte wordt bereikt. En wat kan helpen is natuurlijk ook dat we in het onderwijs met elkaar aan de slag gaan. Want ik vroeg net naar jullie achtergrond en dat was ook niet voor niets, André. Want wat zou je eigenlijk willen zien binnen het onderwijs? Dus niet alleen versmalt tot zorgonderwijs. Ja, dat is wel mooi. De engineeringhoek is tot nu toe onderbelicht in de zorg. Wat we binnen de zorg binnenkrijgen zijn mensen die hebben een zorgaffiniteit. Die kiezen al heel jong in hun carrière voor ik wil zorg gaan verlenen. Die mensen, gelukkig zijn er ook mensen die interesse hebben voor innovatie en voor technologie. Maar hoe mooi zou het zijn als je eerder in de opleiding die dingen kunt gaan bundelen. Dat je engineering kan koppelen met verpleegkunde. En ook daar de mensen die dus affiniteit hebben met technologie ook interesse kan laten werken voor de zorg. En dat die daar gaan werken. Dan krijg je toch een heel andere instroom. En ik denk in de toekomst hebben die mensen hard nodig. Functies gaan veranderen. Ik denk als we gaan over dataverzameling. Hè, veel technologie, daar zit dataverzameling aan vast. Waar analyse bij nodig is. Nou, dat is niet iets wat een zorgprofessional op het lijf geschreven is, dat soort functies. Maar daar gaan we wel gewoon tekort aan krijgen. Ja. Die hebben we hard nodig in de zorg. En die kunnen we denk ik in de engineeringshoek ook goed vinden. Paulien, hoe zie jij die? Wij zijn in Zeeland erg aan het zoeken naar die verbinding met onderwijs. Ja, ik was inderdaad ook al benieuwd hoe dat in Friesland gedaan wordt. Hoe kijk je verder dan je eigen sector, Paulien? Hoe kun je ook al dat talent dat daar rondloopt op technisch vlak ook betrekken bij die zorg? Wordt daar bij jullie bureau al over gesproken? Jazeker, we hebben dat lectoraat digitale innovatie in zorg en welzijn. Wat hele goede dingen doet en natuurlijk een positie heeft binnen zo'n hogeschool. En we hebben twee ROC's die ook heel nauw betrokken zijn bij het programma. En technologie in de zorgopleidingen echt op een ander level inzetten, steeds meer. En ik ben daarnaast met André eens dat je ook de andere insteek kunt kiezen. Mensen die een technologie als eerste insteek hebben richting de zorg. Daar voeren we wel gesprekken over. Maar dat technologie natuurlijk element is van de opleiding, dat is wel gemeengoed inmiddels. Ja. Ik heb nog twee vragen voor Niels. Een hele korte praktische Niels. Hoe gaan we dit nu verder brengen? Dat anders werken in de zorg, dat we bij wijze van spreken over een jaar, als we daar weer een sessie over doen, dat het Zoom-scherm te vol is voor alle regio's. Hoe bouwen jullie uit? Ja, ik zei het net al, hè, want we vinden het gewoon heel mooi als er vergelijkbare initiatieven in andere regio's ook aansluiten. Als echt ook in andere regio's die samenwerking moet gezocht. Als we elkaar daar ook bij kunnen ondersteunen, en dat is ook wat we doen, hè, dus wat we op dit moment al doen, is dat we elkaar als regio's gewoon helpen bij het goed op gang brengen van de programma's. En dat is ook nodig. En dat zorgt er ook voor dat het snel gaat. Ik kan me herinneren dat Friesland eigenlijk in 3 maanden een volledig programma had staan destijds. Nou ja, dat bewijst maar hoe snel het samen kan. En wat mij opvalt, Niels, is je vertelt er enthousiast over, maar ook bescheiden en kalm en beschouwend. Maar wat heeft je geraakt in die afgelopen tijd dat jullie dit zijn gestart, dat jullie het hebben uitgebouwd? Zijn dat verhalen van cliënten of van medewerkers? Wat is je bijgebleven? Onlangs een verhaal van een cliënt die al 2 keer zijn heup had gebroken. En die
de afgelopen 2 maanden een walkmask gaan dragen, een heup-airbag. En die was nog 20 keer gevallen, maar zonder enige schade. Ja, dat zijn die kleine voorbeeldjes, die, ja, daar doe je het uit. Weet je, dat gewoon, en dat was niet binnen Tante Louise, dat was bij een andere deelnemer. Dus dat is echt heel mooi om te zien. En daar heb je toch voor gezorgd. André, ook de vraag aan jou in het kort. Waar ben jij trots op? Wat drijft jou om het nog verder te brengen? Ik zie dat de aandacht die er nu voor is, ook bewustwording creëert. En die bewustwording, dat is breder dan enkel de ouderenzorgsector waar we dat nu in doen. Ik zie ook dat er vanuit de keten belangstelling is om hier gebruik van te gaan maken. Ik neem een voorbeeldje als de smartglass. In de keten, de dermatoloog in het ziekenhuis is ook gewoon nu bereikbaar. En die toont belangstelling van kunnen wij hier ook bij aanhaken. En dat is een mooie beweging die op gang komt, dat we elkaar vinden. Super om te horen. En Paulien, nou in 3 maanden behoorlijk vlot opgestart en als nuchtere Friese de mouwen opgestroopt. Maar wat heeft jou geraakt? Waar kreeg jij kippenvel van? Nou, we hebben met VR hebben in de coronatijd in 6 weken tijd een training ontwikkeld voor de corona-aanpak. En dat was natuurlijk precies wat nodig was op dat moment. Want toen konden we echt dat anders werken verbinden aan de inhoud die op dat moment nodig was. En daar hebben we ook heel veel positieve reacties op gehad. En dat staat me echt bij als een heel mooi moment in het programma. Goed, en ook inderdaad behulpzaam in de komende tijd om die technologieën verder te brengen. En dus dat werkplezier en ook de kwaliteit van zorg te vergroten. Dank alle drie voor jullie harde werken al tot nu toe. Vooral die mooie samenwerkingen. En ik denk ook aanstekelijk zijn als het gaat over dat anders werken in de zorg. Wil je daar meer over weten of wil je andere inspirerende verhalen horen van koplopers of andere betrokkenen? Kijk dan op actieleernetwerk.nl. Werk ze!